Hallo daar, vriend. Hoe gaat het? Wauw! Wauw. Oh nee, wat gebeurt er? Ladybug, eindelijk. Ik heb zo lang op dit moment gewacht. Aurora, je weet dat je hier niet welkom bent. Is dat alles wat je kunt doen? Ladybug! Oké, je hebt erom gevraagd. Ik ben niet onder de indruk. Maar ik... Jij, wat heb je met mij gedaan? Mijn vest! Neem dat, rotzak. Oké, ik maak je los. Bedankt, je bent een goede vriend. Ladybug, ik zal je redden. Je zou eens naar jezelf moeten kijken. Wat ga ik nu doen? Oh, ik weet het. Ik zal deze elastiekjes gebruiken. Daar gaan we. Waar zijn die voor? Oh. Je gaat het zien. En zo kan ik mijn pak weer dragen. Tada! Cool, toch? Yay! Ja, nee. Ik heb een beter idee. Ja, een lieve heersbeestje is precies wat we nodig hebben. Dus, ben je er klaar voor? Dat is veel beter. Bedankt. Zonder jou had ik dit niet kunnen doen. Ja, het zal wel even duren om aan deze look te wennen. Vertel me alsjeblieft of je dit meisje ergens hebt gezien. Ladybug, ik mis je zo, zoveel. Ach, kom op. Eeuw, dit ziet er zo vies uit. Dat gaat gewoon niet. Oh ja, een masker is voldoende. Maar welke moeten we kiezen? Nee, die zal het doen. Tijd voor wat magie. Hiervoor hebben we enkele voorzorgsmaatregelen nodig. Dit zal geweldig zijn. Maak je geen zorgen. Ik weet precies wat ik doe. We zijn hier bijna klaar. Dit is mijn meesterwerk. Wauw. Ga je gang en probeer dit eens. Wauw, het ziet er zo cool uit. En ik hou van de manier waarop het gloeit. Echt niet. Mijn huid is nu zijdezacht. Onze aartsvijand is er nog steeds. Ik haat haar zo erg. Oh, zo hoog kun je niet reiken, hè? Oh, een krukje. Dat lijkt er meer op. Je bent nu veel groter. Hoe dan ook, we moeten Aurora neerhalen. Maar eerst moet ik weer op krachten komen. Ga zo door, bestie. Ondertussen zorg ik voor je speciale uitrusting. We tekenen wat bloemblaadjes op karton en knippen ze uit. Daar gaan we. Zo verfrissend. Gebruik dan een boormachine om zomaar een gat te maken. Zet de bloemblaadjes op een plaats met een schroef. Dit ding ziet er zo cool uit. Bedankt. Maar we missen nog steeds iets. We hebben een scheutje van mijn kracht nodig. Oh, mijn arme maag. Als ik het huis van mijn liefde zie, word ik zo verdrietig. Hey, het is perfect weer vandaag. Dit is mijn favoriete plekje in Wow City. Oh, kijk eens naar dat schattige kleine dametje. Juist, ik zou een kinderstoel moeten gebruiken. Echt niet? Oh, dat slappetje staat je perfect. Je bent zo schattig. Stop er meteen mee. Oké, hier is je eten. En ook iets voor je meisje. Ach, je maakt een grapje. Hey, rustig aan. De wereld moet zien wat ik eet. Wat zijn dat? Gebruiksvoorwerpen voor poppen? Oh, vervloek mijn korte vingers. Pas op, lieverd. Je zou jezelf kunnen snijden. Daar komt het vliegtuig. Kom op, open je mond. Ik denk dat ik geen keuze heb. Het is zo lekker. Waar ga je naartoe? Wat een braaf meisje. Ik kom, Ladybug. Ze is zo schattig. We krijgen hier zoveel likes voor. Jan, bedankt voor de hulp, mevrouw. Ik ben zo hoog. Ik help je naar beneden, lieverd. Dit is zo vernederend. Nou, we zijn vertrokken. Man, ik heb zeker honger. Mag ik het menu? Bedankt. Oh, mijn lieve Ladybug. Schiet op en geef me een kus. Hey, wat ben je aan het doen, maatje? Sorry daarvoor. Nou, tijd dat ik ga. Wat voor slechte daden moet ik vandaag doen? Oh, ik weet het.
Deze kleine ladybug zal dit geweldig vinden. Man, ik ben zo slim dat ik mezelf soms bang maak. Het wordt zo geweldig. Daar gaan we. Nou, tijd voor mij om me op te frissen. Ja. Oeps. Oh-oh, ik moet hier weg. Over de duivel gesproken. Oké, laten we gewoon zwijgen en kijken. Nou dan, laten we aan de slag gaan. Ik heb zin in een lekkere warme douche. Waarom is er geen water? Wat? Is de douche kapot gegaan of zo? Man, roze is zo'n geweldige kleur. Je kunt er nooit te veel van hebben, toch? Ugh, wat is er mis met jou? Ik denk dat ik vandaag niet ga baden. Huh? Wat is er net gebeurd? What? Dit kan niet waar zijn. Mijn plan was perfect. Ik ga morgen gewoon douchen, oké? Mijn ogen! Ze hebben me in de val gelokt. Ik zal je hiervoor pakken, Ladybug. Oh, en ik denk dat ik precies weet hoe. Ik hou echt van plantkundelessen. Hé, die vind ik ook leuk. Het is weer een dag zonder jou aan mijn zijde. Heel schattig. Kijk daar maar eens naar. Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik ben je nieuwe plantkundeleraar. Wat? Ze ziet er bekend uit. En niet op een goede manier. Laten we mijn scanner activeren en kijken. Oh-oh, we hebben hier een probleem. Kijk, het is onze oude bekende. Nou, het is tijd voor wat plantkunde. Het wordt heel spannend. Oh, het is een plantenmonster. Je kunt mij niet opeten. Ik smaak niet lekker. Ik moet iets doen. Neem dat, jij deze. Ik denk dat je hem nu boos hebt gemaakt. Oh ja, dat zullen we zien. Laat zien wat je kan. Absoluut niet. In plaats daarvan pakken we hem. Oh nee, je sloeg al zijn tanden eruit. Hé, het is de bel. Laten we gaan. We krijgen ze de volgende keer. Ah, slechte jongen. Slecht. Auw. Is dat hoe je mij bedankt voor het geven van het geschenk van het leven? Excuseer mij. Heeft u dit meisje ergens gezien? Alleen al het kijken naar haar maakt me gek. Nog meer vragen? Oké. Waar zijn we? Wat? We bevinden ons in het afschuwelijke geheim van Aurora. Loser! Er gaat niets boven een warme koffie om mijn dag te beginnen. Hey, kijk! Zij is het! Probeer stil te zijn. Laten we gaan, bestie. Het is eindelijk tijd om in actie te komen. Oh, geweldig idee! Wat is er aan de hand? Huh? Ach, ik heb gemist! Oh nee! Jullie twee. Pas op. Eeuw, vies. Oh, lieverd. Je ogen zien er bijzonder mooi uit vandaag. Je denkt dat je mij kunt verslaan, hè? Ik zorg voor haar. Laat gaan. Laat het meteen los. Huh? Wat is er aan de hand? Cat Noir? Ladybug. Ach, kijk eens naar die twee. Aurora, ik zal je tegen haar beschermen. Werk al, stuk rommel. Het is tijd dat je gerechtigheid onder ogen ziet. Ja, ik help ook. Wow. Haha, we vormen een geweldig team. Dat klopt. Laten we dat stomme pistool nu eens repareren. Ik moet dit ding hier aanpassen. Woehoe, het werkte. Ja. Oh. Ik verander in een vampier. Geen enkel kind mag ooit zonder ouders zijn. Oh, arm ding. Wat is er met je gebeurd? Ik zoek een gezin. Mijn god, het leven moet zo moeilijk voor je zijn geweest. Dat is het. Ik adopteer je. Hoera! Wow.
Wow, jij bent zeker sterk. Oh, mama, ik ben zo blij. Laten we geen tijd meer verliezen. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Wat dacht je van een vampierfilm? Eeuw, vind ik eng. Oh, mama kwam terug. Hallo, Lizzie. Ik heb een verrassing voor je. Wat is er? Heb je hapjes meegenomen? Oh, is het een geschenk? Tada! Doe de groet aan je nieuwe geadopteerde zus. Zeg hi tegen Lizzie, Mia. Hi. Is ze niet gewoon de schattigste? Een vampier? Dat is precies wat ik nodig had. Ugh, ik wil geen zus, mam. Vanaf nu deel je een kamer. Oké, het is tijd voor mij om aan het werk te gaan. Mam, laat me niet bij haar achter. Oh, mam, ik hou van deze plek. Ah! Dit is mijn bed. Probeer dat te herinneren. Oh! Wauw, zo mooi! Raak mijn spullen niet aan. Oh, sorry. Alles aan deze kant is mijn ruimte, oké? Jij gaat in deze hoek wonen. Dat is beter. Blijf in de loserzone waar je thuis hoort. Nou, als je je omstandigheden niet kunt veranderen, kun je altijd je houding veranderen. Laten we een paar druppels bloed toevoegen en... Tada! Onze rustplaats is mooi en voorbereid. Wat denk je dat je aan het doen bent? Perfect! Sorry daarvoor, oom Dracula. Een skelet! Nou, slaap lekker. Waar heb ik dit aan verdiend? Terwijl Mia slaapt als de dode, is Lizzie hard aan het werk om vampiers en hun zwakheden te bestuderen. Tijd om aan het werk te gaan. Zonlicht, zout en knoflook? Dit zullen haar wraakmiddelen zijn. Oh, ze gaat dit geweldig vinden. Laten we eens kijken wat je daarvan vindt. Dit zal je leren met dwars te zitten. Laten we ook de gordijnen open doen. Ik weet zeker dat Mia het zonlicht op haar huid zal waarderen. Knoflook mag ik ook niet vergeten. Eeuw! Wat stinkt het? Ah, het licht! Het brandt! Wat is dit voor zieke grap? Auw, mijn hoofd! Haha, je verdient de loon. Tralalala. Oh, ik hou gewoon van dit liedje. Oh, bedankt daarvoor. Oh, ik heb het verprutst, hè? Nu heb ik mijn wraak. Kom op, jij. Ah, hou het daar. Hey, nou, dat is niet nodig. Het was een grapje. Wat is er met al dat lawaai, meiden? Oh, hoi. We waren gewoon aan het spelen. Samenleven met een vampierzus kan erg lastig zijn. Goedemorgen, Lizzie. Oh, dit brengt me op een idee. Laten we eens kijken hoe je tandpasta met knoflooksmaak vindt. Tijd om mijn hoektanden te poetsen. La 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 la. Deze smaak is een beetje vreemd. Eeuw, het is knoflook. Ugh. Ha, je had de blik op je gezicht moeten zien. Uh-oh. Sorry, lieverd, ik moet dat was doen. Tuurlijk, mama. Laten we eerst de kleuren doen. Help! Ugh, ik was het dekbed vergeten. Lizzie, wat doe jij hier? Schat, dit kan je niet zomaar doen. Ach, ik weet het, mam. Laat me niet weer zo schrikken. Lizzie houdt gewoon van chocolade cornflakes. Haar zus deelt haar smaak echter helemaal niet. Eeuw, wat een stank. Ah, kom op, zus. Wees niet zo'n kieskeurige loser. Een loser? Je probeert me gewoon boos te maken, hè? En wat als ik dat doe? Stop met me te porren. Auw, ik bloed. Ah, het ontbijt is geserveerd. Wacht even, Lizzie. Waar ga je heen? Het heeft geen zin om te rennen. Oké. Hey, heb je gezien waar ik het zout heb gelegd? Meisjes, ik was er overal naar op zoek. Dit is geen speelgoed, Mia. Neem dat, zus. Ah. Oef, ik heb er echt geluk gehad. Lizzie is niet het populairste meisje op haar school. Ha, je hebt helemaal geen vaardigheden. Oh, kijk eens wie ons kwam bezoeken. Leuk, laten we haar begroeten. Hey daar, nerd. Ik leen je tas even, oké? Een driepunter, leuk. Hey, geef het eens. Oh, arme kleine Lizzie kan niet zo hoog reiken, hè? Het is nooit een goed idee om te rotzooien met de zus van een vampier. Tijd om deze pestkoppen een lesje te leren. Auw, dat doet pijn. Waar ben ik? Wat is er? Laten we hier weggaan. Bedankt dat je me hebt gered, zus. Dag gedaan. Mia ziet er vandaag heel achterdochtig uit.
Wat is er aan de hand met die gelukkige glimlach? Nou, er is maar één manier om erachter te komen. Een date met de knappe vampier, hè? Dat is interessant. Dit is pas spannend. Wel triste, mijn liefste. Laten we eens kijken. Op wat voor soort persoon is Mia verliefd? Wauw, hij is zo mooi. Ik wou dat ik met hem op date kon gaan. Het enige wat ik daarvoor nodig heb, is dat ik er net zo uitzie als Mia. Laten we eerst voor de huidskleur zorgen. Dat was best makkelijk. Volgende stap, vampierhoektanden. Ik denk dat ik weet wat ik daaraan moet doen. Wauw, ze zijn zo lang. En zo zijn we klaar. Ik vind dat ik het geweldig heb gedaan. Ugh, wacht. Ik was mijn haar vergeten. Gelukkig heb ik deze bruik over van Halloween. Nu hoef ik alleen nog maar Mia's kleren aan te trekken. Oh, maar wat als ze wakker wordt? Daar moet ik me ook op voorbereiden. Dat is beter. Jack de vampier staat te popelen om de liefde van zijn leven te ontmoeten. Oh, Mia. We zijn perfect voor elkaar. Hallo daar. Wacht even. Je ziet er een beetje anders uit dan op je foto. Nou, laat maar. Sta me toe te proosten op onze noodlottige ontmoeting. Oh, onze oesters zijn er. Oh man, dit was een geweldig ditje. Hey, wat is er aan de hand? Ik wed dat Lissy hierachter zit. Oh nee, ik kom te laat. Bedankt voor de kleren. Lissy, ik krijg je nog wel. Die bloedoesters zijn heerlijk. Probeer er een. Oh wauw, het ziet er heerlijk uit. Je gaat het geweldig vinden. Bah, dat is vies. Jack, wat denk je dat je aan het doen bent? Oh, er zijn twee van jullie. Oeps, nou dat is ongemakkelijk. Nou, ik denk dat het echte diner wordt geserveerd. Ik heb een beter idee. Hier is uw bloedcocktail, juffrouw. Je hebt geen tijd om te rusten, zus. Ga terug aan het werk. Het lijkt erop dat het plan van Lissy vanaf het begin gedoemd was te mislukken. Ik ben er. Hallo, we zijn van de vampierjachtdienst. Heb je vampiers in huis, jonge dame? Oh, ik ben helemaal geen vampier. Geef me een minuutje, meneer. Mia, ze zijn er voor jou. We moeten iets bedenken. Je minuut is voorbij, juffrouw. Oh, nog een minuut alsjeblieft. Blijf hier. Trek deze kleren aan. Vind je dat leuk? Doe ook een wasknijper om. Het beschermt je tegen knoflook. Nu gaan we je hoektanden gewoon verbergen met lippenstift. Nou, je vermomming is compleet. Ik ben het wachten beu, jonge dame. Laten we eens kijken naar onze vampierdetectie-checklist. Hoektanden kan er geen zien. Vertel me nu wat je van dit vindt. Oh, ik hou gewoon van knoflook. Echt waar? Nou, tijd voor mijn favoriete onderdeel. Hiervoor hebben we sterke zonnebrandcrème nodig. Aha, nu heb ik je. Wat? Ik geniet af en toe van zonnebaden. Ugh, prima. Jij wint dit keer. Maar laten we eens kijken hoe je reageert op de geur van vers bloed. Hoe vind je dat? Alles behalve dit. Het zal wel. Ik ben niet geïnteresseerd. Nou, ik denk dat ik ga. Tot ziens, meneer Van Helsing. Gefeliciteerd met je verjaardag, zus. Doe een wens en blaas de kaars uit. Is dat voor mij? Zo gaaf! Ik vraag me af wat erin zit. We hebben een bericht voor u, mevrouw Mia. Wauw, ik hou van deze gothic look. Echt niet? Ik ben aangenomen op de vampierschool. Ik ben zo blij voor je. Ik moet opschieten en mijn spullen pakken. Je moet er alleen voor zorgen dat je niets vergeet. Woehoe! Oh, Lissy, wees niet verdrietig. Ik zal je zo vaak bezoeken als ik kan. Beloofd? Natuurlijk beloof ik het. We zijn toch zussen? Nou, het is tijd voor mij om te gaan. Ah, bon appetit voor mij. Oh, ik voel me niet zo lekker. Ik ben zo terug. Puh, waar waren we gebleven? Hey, blijf staan. Ugh, wat is er mis met mij? Ga nergens heen. Wow, dit is hilarisch. Het voelt alsof ik zwanger ben. Waarom vieren we het niet door mij te laten gaan? Dat zou je wel willen. Ugh, kan een vampier voor één keer in vrede eten? Hey bestie, ik heb geweldig nieuws voor je. Ik heb ook geweldig nieuws voor jou. Woe, we worden ouders. Het is onze eerste echo. Oké, dames, wie wil er eerst? Ik laat Mary voorgaan. Bedankt. Vandaag komen we achter het geslacht van je baby.
Kijk daar eens naar. Het is een meisje. Oh. Hoi, lieverd. Hoi, mama. We zien elkaar snel weer. Kom op, kom op. Nu is het mijn beurt. Huh? Vreemd. Er is zoveel storing. Weet je dat zeker? Gelukkig is dokter Ding er vandaag. Vampierzwangerschappen zijn zijn specialiteit. Het lijkt erop dat het een gezonde vleermuis wordt. Dit vraagt om een gender reveal party. Alle vampiervrienden van Mia zijn er. Mary Steungroep is er ook. Zijn jullie klaar voor de grote onthulling? Het is een meisje. Hoera! De mijne is een jongen. Ah, niet de vleermuizen. Oh. Wow, eind goed, al goed. Ik kan niet geloven wat een enorme puinhoop je hebt gemaakt, bestie. Oké. Ik ruim het wel op. Dat is lastiger dan het lijkt, hè? We moeten een schoonmaakdienst bellen. Hallo? Ja, schiet alsjeblieft op. Wow, dat was snel. Ik ben Megan, uw persoonlijke schoonmaakpop. Nou, schiet op en help ons van al deze rotzooi af. Wat? Alsjeblieft, ga zitten. Het bevalt me niet waar dit naartoe gaat. Uh-oh. Juist, wat is er van plan? Webverwijdering voltooid. Oh, dus dat is er aan de hand. Totale vernietigingsmodus geactiveerd. Ah, help! Huh? Insecten uitgeroeid. Phew. Oh. Spoorbedekkingsmodus geactiveerd. Ah! Laat haar ons alsjeblieft niet zien. Taak volbracht. Bedankt voor de hulp. Alleen betaling met creditcard. Oh, ik ben zo terug. Hier, nogmaals bedankt. Graag gedaan. Kijk, Mia. Ze houden zwangerschapsyogalessen. Op de 50ste verdieping? Laten we het proberen. De lift is buiten werking. Oké. Ik denk dat ik je daar wel zie. Dat is zo oneerlijk. Haal nu diep adem. Hey, ik ben hier. Hallo. Kom binnen en doe mee met de meditatie. Denk aan iets lichts en kalmerends. Eerste verdieping, tot nu toe goed. Tweede verdieping. Leuk. Ja. Huh? Oh, is dat een loopband? Laten we hem in de hoogste versnelling zetten. Vampirische supersnelheid is zeker indrukwekkend. Zo. Ja. Dorstig. Zijn jullie iets klaar? Nu heb ik zin in meditatie. Huh? Wat is hier aan de hand? What? Aha, de 50ste verdieping. Oh. Ik ben er eindelijk. Oh, yes. Daar ben je, bestie. Je hebt de walvisklas gemist. Mensen kunnen echt kieskeurig zijn als ze zwanger zijn. Ugh. Ik kan niet naar die cornflakes kijken. Ik kan er niet tegen om al het bloed te ruiken. Hey, waarom ruilen we niet gewoon? Dit moet je proberen. Dit is knoflook en chocolade. Nou, als je het zo aandringt. Wow! Zwanger zijn verandert echt de smaak. Wow! What? Kijk je al eens gaan. Dit is zo niet voor mij. De kinderen zijn bijna klaar om geboren te worden. En dat betekent dat we een speelkamer voor ze moeten klaarmaken. Ja, kom onmiddellijk hierheen. Kijk eens naar al die spullen. De vampiermoeder heeft alleen het meest enge speelgoed uitgezocht. En de sterfelijke heeft al het schattigste nodig. En natuurlijk mogen we de zuigflessen niet vergeten. Dat gaat niet. Hey Frankie. Ik heb een kleine gunst van je nodig, oké? Oké. Dat is precies wat ik nodig heb. Ja. Ah, wat eng. Ach, wees toch niet zo'n natte deken. Hehe. Mijn kind gaat dit geweldig vinden. Ja, dat is gewoon niet mijn stijl. De baby moet altijd goed in de gaten worden gehouden. Hey, stop met je te verzetten. Nu. Heel erg bedankt. Ja.
Oh, kom op. Dit wordt geweldig. Geloof me. Je hebt nu een oogje op mijn baby. Wat is er mis, Mia? Ik heb niks om aan te trekken. Oh, ik begrijp het. Laten we dan wat gaan winkelen. Welkom jullie twee. Wat kan ik voor jullie doen? Mijn vriendin hier moet een outfit uitzoeken. Nou, sta mij dan toe om u te helpen. Laten we u naar de paskamer brengen. Natuurlijk! Nou, hoe zie ik eruit? Als een grote, blauwe... Nu zie je er gewoon hilarisch uit. Hoe durf je me zo te bespotten? Wacht even. Laat me even. Dit was van mijn oma. Ze was heel modieus. Oh, ik hou van deze vintage stijl. Zie ik er hierin niet geweldig uit? Ik weet het niet. De kleur is niet helemaal perfect. Nou, als het gewoon een kwestie van kleur is, kunnen we dit oplossen. Oh, Mia. Nu dat is geweldig. Oh, nee. Heb je je papiertrucjes weer gebruikt? Gratis foto's? Niet erg als ik dat doe. Hé, we zijn zwanger en we hebben zwangerschapsfoto's nodig. Ik werk altijd graag met nieuwe modellen. Neemt u alstublieft plaats. Geef me nu een glimlach. Geweldig. Een beetje meer gevoel alsjeblieft. Oh, ik kan niet wachten om te kijken. Ugh, meen je dat? Deze foto's zijn afschuwelijk. Het is tijd om de magie van Photoshop te gebruiken. Wow, mooi. Wie wil er nu als volgende? Oh, ik alsjeblieft. Natuurlijk, laten we dit doen. Helaas kunnen camera's en papiers niet goed met elkaar overweg. Huh? Waar gaat dat over? Ach, prima. Zullen we het zo doen? Ik ga niet weg zonder foto. Vampieren houden van dramatische poses. Het lijkt erop dat de fotograaf precies weet wat hij moet doen. Nu zijn beide klanten tevreden. Mary krijgt een foto, maar Mia krijgt een schilderij. De shoot van vandaag was een succes. De naam van je baby kiezen is een lastige taak. Mary valt terug op de beproefde methode. Ik laat het lot voor mij kiezen. Mia, ik kom eraan. Laten we het lot bepalen. Ugh, echt. Dat spul is zo uit de mode. Een Ouija-bord gaat ons onze antwoorden geven. Oh, mysterieus geestenbord. Ik smeek u mij de naam van mijn kind te onthullen. Het wordt George. Gaaf, hè? Ja. Mijn beurt nu. Mijn dochter wordt... Nikki. Gefeliciteerd, bestie. Pers, mevrouw Mary. Pers. Nog een klein beetje. Hier komt je meisje. Oh, mijn lieve dochter. Dr. Dan, vergeet je niet iemand? Hallo daar, kleine vriend. Kijk eens naar die schattige hoektandjes. Au, ze zijn niet alleen schattig, ze zijn ook scherp. Welkom op Vampire High. Maar wacht, waar zijn de studenten? Hier komt de eerste bloedzuiger. Welkom op school. Au. Kijk uit waar je vliegt, loser. Oh, helemaal geen manieren. Voorzichtig. Ik weet zeker dat je weet wie ik ben. Hier ga je voor boeten. Let op mijn woorden. Laat mijn been los. Daar ben ik. Hoi, ik ben Mia. Oh, nou, ga daar maar mee door. Weet je wel wie je te maken hebt, kleine bedelaar? Hier, vangen. Oké, volg mij en probeer me bij te houden. Hier zijn jullie crypten, meiden. Koud, donker en vol met spinnen. Ga zitten en probeer niet te laat te komen voor de les. Oh, het is echt koud. Het is best gezellig. Ik denk dat ik het hier wel leuk vind. Oh, dit karton is zo oncomfortabel. Ik hoef geen buren. Wegwezen. Maar ik vraag me af hoe het met Molly gaat. Laten we eens kijken hoe het met haar gaat. Laat me niet in de steek, kleine vriend. Ik geloof in je. Laten we het doen. Nou, dit gaat een leuk jaar worden. Waar kom jij vandaan? Ga in mijn bad. Kom niet terug. Oh, er is geen reden om zo gewelddadig te worden. Au, doet pijn. Tijd voor de eerste praktijkles van vampierstudenten. Wauw, schattig.
Oh, wie zijn jullie? Oh nee, het is een weerwolf. Laten we niks overhaast doen. Oh ja, het is een vampier versus weerwolf. Kom hier, puppy. Oh, dat zou je wel willen. Zo makkelijk hou je niet voor de gek. Wie wil mijn hoektanden proeven? Nee, eet me niet op. Pak aan, schurk. Ik ben rijk genoeg om mezelf te verdedigen. Pak aan. Einde van de lijn, bloedzuiger. Hier, geniet van wat knoflook. Oh, help me. Doe iets, Mia. We zijn er geweest, Mia. Kus ons ondood. Vaarwel. Oh, ik ben zo bang. Oh, dat kietelt. Wat een ongewone aanpak. Niet toepasselijk, maar zeker effectief. Nou, ik zou zeggen dat jullie allemaal een 10 verdienen. Man, ik heb honger. Ik kan een paard opeten. Afblijven, komt dan betalen. Hé, dat is heerlijk. Welkom op school. Oh, wat dan ook. Ik vind wel wat te eten. Wat hebben we hier? Laten we afkoelen. Heerlijk. Oh, zo smerig. Goed, laten we het menu bekijken. Oh, dit is allemaal zo gewoon. Kom hier, jij. Ik ben uitgehongerd. Doe maar wat u wil, Miss Molly. Ik wil iets speciaals. Komt eraan. We hebben alle soorten gerechten tot uw dienst. Oh ja, dat is nog eens een goede service. Ik denk dat ik zin heb in Japans eten. Dat was een goed plan, Molly. Heel erg bedankt, bestie. Goed nieuws, iedereen. Vandaag hebben we een terrorexamen. Eerst een demonstratie. Maak je geen zorgen, oké? Vampieren moeten weten hoe ze angst en afschuw moeten inboezemen. Wat is er gebeurd? Hier is je stok, oma. Tot ziens. Oké, jonge dames, jullie beurt. Zeg hallo tegen de slachtoffers. Oh, dit is best cool, is het niet? Ik moet een 10 halen. Hier komt het eerste slachtoffer. Mia heeft een angstaanjagende verrassing. Oh, wie is daar? Ben je al bang? Oh, dit is te eng. Wacht even. Maak je geen zorgen, bestie. We zullen je buisjes meteen behandelen. Dat lijkt er meer op. Nu ga je niet links en rechts mensen bang maken. Blijf maar door. Ondertussen vermoedt het slachtoffer niks. Mooi daar, maatje. Ik kwam voor jou. Dat zou je wel willen, meisje. Ik ben veel te goed voor jou. Poets jij wel eens je tanden? Kijk naar deze tortels. Weten ze niet dat ze gedoemd zijn? Hallo daar, tortels. Oh, ik hou gewoon van de smaak van angst. Lijkt erop dat iemand niet slaagt voor de test. Miss Mary zal dat niet leuk vinden, dat is zeker. Oh, kijk hier eens naar Mia. Is daar iemand? Wilt u alstublieft een oud vrouwtje helpen? Ik denk dat ze haar bril kwijt is, Molly. Daar zijn ze. Je moet altijd oude mensen in nood helpen. Alsjeblieft, oma. Dank je, lieverd. Je bent zo'n... Hou op. Ja, je hebt een staak nodig. Er zijn vampieren hier. Wow, we hebben toch iemand bang kunnen maken. Oké, meiden. Vandaag gaan we honkbal spelen. Laat me die typische vampier-atletiek zien. Mavie, jij slaat. Mia, jij vangt. En begin. Oh ja, wat een slag. Zag je dat, Mia? Ik ren. Vlieg gewoon niet ver weg. Wacht op mij. Bijna gelukt. Daar ben je. Nou, ben ik goed of niet? Dan ben ik zeker. Goed gedaan, Mia. Kijk eens naar die hoektanden. We zijn voor elkaar gemaakt. Molly, we zijn aan het studeren. Kom op. Ik kan dit vandaag niet doen, juf Molly. Laatste collectie. Oh, als ik je dit laat zien. Wat wil je dat ik net kijk? Nee. Het is de vampier van mijn dromen. Oh, wacht maar. Ik krijg hem wel. Ik zou het je graag zien proberen, Molly. Hé, dus dit is mijn vriendje. Blijf uit de buurt. Je bent zo eng. Ik ben hier weg. Molly, weet je, ik... Je kan het me later vertellen. Waar ben ik? Hoi, maatje. Ik zit hier ook vast. Molly, dat is een goede team. Nou, laten we eens kijken. Wat hebben we hier? Niet slecht. Bloedrijke drankjes van elke soort. Ik heb geen zin in extra calorieën. Goed voor de aderen en lekker. Hoi, Mia. Oh, ik wil wel wat proberen. Een vampier met een laag inkomen zoals ik kan zich dat niet veroorloven. Maar wat dan ook, het is niet allemaal slecht. Ik wil graag een soda met bloed en kerst alstublieft. Oh ja? Geef me het drankje. Wacht maar, ik zal het je laten zien. Dit ding is taai. Ik laat geen kracht achter.
Er is niks wat mijn tanden niet aan kunnen. Mia, je bent onverbeterlijk. Loop jij. Oeh, ik ben eruit. Ik zocht je overal. Wat? Waar is mijn bloed? Heeft iemand je geleerd om te delen? Oh, dit is oneerlijk. Goed nieuws, dames. Vandaag behandelen we iets nieuws. Wie wilt er iets over zeggen? Niet verlegen zijn. Ik zie geen handen. Hier is mijn hand. Ik ben erg teleurgesteld. Oh goed, jij wint, Mia. Oké, ik heb dit. Waar beginnen we? Ik ben de hele nacht in de bibliotheek geweest. De bloederige heerschappij van Dracula begon in... Maar soms is het leren van dingen zo vermoeiend. En dus 500 jaar later... Hé, hey, wat is er met jou? Oh, je hebt een 10+. Je hebt het zo goed gedaan, Mia. Oh, ze is zo'n nerd. Mijn prestatie is veel spannender. Oh, wat heb je daar, Mary? Wow. Dat is hem, juf Mary. Beven, sidderen, aanschouw. Mijn oom, Vlad Dracula. Oh. Hallo daar, jongelui. Mijn hoektanden zijn niet meer wat ze zijn geweest. Waarom heb je me wakker gemaakt, Mommy? Ik had zo'n droom. Niet stout zijn jij. Ik denk dat hij gewoon hier niet voor in de stemming was. Oeps, zag je dat, Mia? Deze school moet schoon worden. Oh, op zoek naar de conciërge? Goed, ik zal je onze school laten zien. Oh, wie is daar? Oh, hoe krijg je de tomatensoep over de gang? Oh, ik vraag me af wat een mens hier doet. Wacht even, de gang is gesloten voor schoonmaak. Ben je blind? Oh, zo moeten jullie niet tegen me praten. Wat is dat? Waar ben je? Wat raar. Hé, hou op. Ik heb onze vloeren schoongemaakt. Zoek een andere gang om rond te hangen. Deze kinderen zijn zo onbeleefd. Nu ben ik nog gewond ook. Oei, heb je hulp nodig? Ah, wacht, doe dit niet. Ik kan niet geloven dat je dit weer hebt gedaan. Het is de 10e conciërge deze week. Nou dames, begin maar met schoonmaken. Maar raak de spinnenwebben niet aan. Ik vind het mooi geworden dit jaar. Gegroet dames. Het was een zeer productief jaar. Vandaag ben ik trots om jullie de diploma's te overhandigen. Mia, je bent de slimste vampier die deze school ooit heeft gekend. Dus je hebt de beloningen verdiend. Nu is het jouw beurt, Molly. Ja, ik kom. Wauw. Oh Molly, ik wist dat je het kon. Ik ben ook echt trots op jou, Maeve. Ik ga jullie mede zo missen. Laten we een herinneringsfoto maken. Zijn jullie er klaar voor? Geef ons een glimlach.